Bijna bedtijd, je mag bijna om één oor. Maar eerst lees TV, had hem nog een klein verhaaltje voor. Kom lekker bij me zitten met je pyjama aan. Een piepklein verhaaltje voor het slapen gaan. Kito maakt een schilderij. Kito wil weer naar het poortje waar meneer Daandels hem eh, heeft gevonden. En vlak bij het poortje. Ziet hij een torentje? Het raam daarin staat open en Kito ziet een mevrouw die aan het schilderen is. Dat wil ik ook wel, denkt Kito. Via het poortje loopt hij naar de toren. Bij de ingang denkt Kito: Hé, hey, hier ben ik eerder geweest. Kijk maar, het dijkportvrouwtje daar die speelt weer dat spel met die balletjes. Kito loopt de trap op en tikt met zijn pootje tegen de deur. Is er iemand? vraagt hij. Hij hoort gestommel en daarna gaat de deur langzaam open. In de deuropening staat de schilderes. Ze heeft een schort aan vol met verre vlekken. De vrouw kijkt verbaasd naar de kat die voor haar deur zit. Dag poes, zegt ze. Wat kom je hier doen? Ik wil leren schilderen, zegt Kito. Oh, wat apart! Een poes die wil schilderen. Nou, het lijkt me wel leuk. Kom maar binnen. Ondertussen houdt het dijkportvrouwtje goed in de gaten wat Kito aan het doen is. Kito wandelt het atelier in. Want zo heet een kamer waar een schilder schilderijen maakt. Het ruikt er naar verf. En aan de muur hangen schilderijen. Op de grond staan tegen de muur nog meer schilderijen. Overal zijn schilderijen. En op de tafel staan potten verf met grote en kleine kwasten. De schilderes vertelt Kito van alles over het schilderen. En daarna mag hij het zelf proberen. Wat wil je schilderen? vraagt de vrouw. Kito wil de dijkpoort schilderen. Kito gaat voor het doek staan. Dat is nog helemaal wit. Hij probeert een kwast met zijn mond vast te houden. Daarna wil hij de kwast in het verfblik duwen. Maar het lukt hem niet. De steel van de kwast is te lang. Hoe kan hij dat nou oplossen? Dat nou, daar doet hij dat met zijn oh, staart. Oh ja, inderdaad. Nou, Kito die denkt even na en toen had hij een idee. Hij doopt inderdaad, zij staart in de verf. En daarmee gaat hij verven. Brede strepen komen op het doek. De schilderes ziet hoe Kito bezig is en ze moet wel lachen. Als Kito klaar is, is hij heel erg tevreden. Maar hij is ook heel erg vies geworden. Op dat moment wordt er aan de deur geklopt. Het is het dijkpoortvrouwtje. Ze praat even met de schilderes en loopt dan naar Kito. Poes, wat ben je toch een smeerpoes, zegt ze. Kijk eens hoe je eruit ziet. Je zit helemaal onder de verf. Ze pakt het schilderij van Kito en zegt dat hij mee naar huis moet. Bij het stadhuis stoppen ze. Er staat een oude pomp. Heb je die wel eens gezien, die pomp? Ja, ja kijk, daar staat hij. Die staat hier net ook. Ja, ben je er langs langsgelopen. Ja? Wij ook. Oh. Ja, maar daar zijn de pompjes af. Die stelen af. Zijn die er af? Want ja. het nu koud is. Ja, dan gaat dat misschien niet goed mee. Hm. Hier zijn ze er nog wel. Wat zijn ze aan het doen? Kito moet zich schoonmaken. Ja, Kito is helemaal vies. En het, schoon en het uh, dijkportvrouwtje wil hem schoonmaken. Dus Kito gaat onder de straal staan. Ze zwengelt aan de pomp en het water gutst eruit. Oh, wat is koud, denkt Kito. Nog een keer een plens water over hem heen. Het is maar goed dat Kito met waterverf heeft geschilderd. Want de verf lost goed op en Kito is weer helemaal schoon. Thuis pakt het dijkbordvrouwtje een grote handdoek. En terwijl ze Kito afdroogt, blijft ze toch een beetje op hem mopperen. Want hij was wel heel vies. Kito is te moe om te luisteren naar het gemopper. En zodra ze klaar is, valt Kito als een blok in slaap. Slaap lekker, Kito. Tot de volgende keer. Morgen dan zie ik je weer met een mooi verhaal. Het is tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal. Tot morgen.